Soft medium kan, hè, dus. Oké, okay, bro. Ja, maar jij bent oh, einde regen. Einde regen. Oh, regen in de regen. Oh. Ja, nee, dat is wel wat. Maar wat, wat. Wow, dit wordt een kutte 1. Dit wat wordt een kut kwalificatie. Want ik weet. Ja, ik heb geen mediums, lul. Nee, ik heb wel mediums, maar ik denk niet eens dat ik op mediums ga kwalificeren. Want ik denk dat je dit met mediums niet eens naar dat regen toe kan rijden. Ik ga eens kijken wat de anderen doen, hoor. Nou. Ik wacht, ja, ik heb geen mediums, dus ik ben zo lul. Ik ook. Ja, Sam op, Sof. Oké, dan gaat de eerste. Ja, maar Dylan gaat op Soft. Nee, oké. Maar die komt eigenlijk alleen wat Tim en Joey doen. Ja, daar wacht ik ook even op. Ik denk dat Joey ook op ons wacht. Maar Sam gaat ook naar de Softs. Ja, Sam doet Soft. Steven gaat mediums. Ja, oké, okay, maar. Ja, ik denk niet dat heel veel Mike ook mee. Ik ga denk ik eerst op mediums. Oh, en dan... Joey Sos, Joey Sos. Ik ga ook gewoon Sos doen. Fuck dat. Dan ga ik ook Sos. Ik ga dan 4 runs gewoon doen op Sos zoals normaal. Ik doe gewoon een normale kwalificatie en dan ga ik misschien een soft strategie en daarna medium of interest doen. Want ik weet niet of het mid-race gaat regenen of meer aan het einde. Want ik weet niet of je het met een medium vol gaat houden. Ik weet het ook niet. Ik denk dat je het net niet in hebt. Nee, op mediums net niet, denk ik. Het wordt echt een moeilijke race, denk ik. Op strategie. Klopt. Ja, je kan op de SOS kan je maximaal echt 14 rondjes rijden. Dus ik weet niet of je dat op de regen haalt. Want er staat dat er na 20 minuten regen komt. Dus het is of net wel of net niet. Dat is een van mijn slechtste banen, dus ik ben benieuwd. Ik ga denk dan op de medium. Ja, dus rij. Ik ga gewoon de eerste run op de medium en dan ga ik een hoop een setje overhouden. Ik heb er niet gedacht aan mijn fuel. Nee! Ik heb verder deze lap en ik had zo'n goed rondje. Oh. Ja, dat had ik ook kunnen rijden. Had ik makkelijk gehad als ik geen verder deze lap had. Hard! Die zijn stoel heeft daar zo. Ja, dit is heel artistisch, ik zweer het je. Tweede tijd ritschool. Oh, ik kan ook hier echt niet aan de kant gaan gewoon. 1-2-9 nu al, jezus. Dan ga ik niet in de tijden. Oh, gasten. Wie zijn fucking snoertjes autistisch? Tuk 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 tuk! Heng 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 heng! Even een 7 rondje voor mij. Ja, ik ga nu op de. Ik ga nu even. Nee, ik heb een 3-5, dus ik ben 2-10 slomer. Maar dat is voor mij al best wel een prima rondje. Ik kan sowieso in die eerste bocht kan ik nog 10e winnen, want ik mis de complete apex daar. Een rondje zal wel even verder, maar ik wil kijken wat ik jou kan halen. Wat doet Tom? Jezus. Oké, Tom. Wat is er? Ja, hij schoot na de. Sorry, hij heet Rob. Hij schoot opeens keihard muur in. Gewoon rechtdoor. Gaan we met z'n allen dat autistische stuurtje negeren? Ja. Ja, wie de fuck is. Of dat is Ruben of dat is Tom, één van de twee. Robin. Ik ben het. Ja, mijn stuur is er niet. Ja, nee, niks joh. Maar ze moeten er mee leven. Ik denk dat ik het ben, maar ik ga hier aan de kant voor. Ja, ik kan ook niet op ons zijn.
Oh, ik had geen warning voor hardheid, pizza. Voel ik het nu? Ik denk dat ik dit de kwalificatie is dat ik 3 rondjes ga doen, want de kans dat, dat je de laatste ronde in vellen deed, dat wordt, is vrij groot. Ik doe er zelfs 4, want dat kan gewoon. Ja, ik heb geen... Ik heb 4 gekozen. Nee, ik ga meteen een rondje erachteraan plakken zo. Sorry dat ik je ophoud, maar ik kan hem niet sneller laten gaan. Nee, maar nee. Weet je, ik ga bij 12 minuten winnen met hem. Ja, ik heb nu tenminste een bankerlet. Gaan we niet pushen. Ik ga nu gewoon weer vol. Ik ga gewoon even klein. Fijn is dat je op low fuel nog 2 rondjes kan persen. Dus als je hem op low fuel meteen zou zetten weer, dan... Dan heb ik geleerd van Tom. Ja, dus klopt. Als je tot de middensector kan je nog een nieuw rondje erachteraan. Dus dat is wel heel fijn om te onthouden. Of eind van de middensector of begin van de middensector? Nou, gewoon eind van de middensector. Begin derde. Toen zet ik hem terug, toen lukt dat nog. Ja, dus dat is wel mooi. Oh, daar gaat de vlag. 1, 4, 3. Nee, ik ruik hier! Ik heb de 1, 4, 2, 9, 2. Rijdt Joey in een rondje? Of geen? Weet ik niet, hij is gewoon niet heel snel. Joey is wel een rondje, man. Oh, wie is dat shirtje? Ruben. Ron, jij toch niet? Nee, ik zit niet in een rondje. Ik ga zo aan mijn rondje beginnen. Ik ben een muziekje even. Dat is een serieus, jongen. Als het valt naar mij, dan kan ik niet vast van mijn jullie. Hey, de vlag in bovenin. Die McLaren, dan ga je aan de kant. Ik zit er niet in een party, dat kunnen we niet tegen praten. Als ze je hinderen en je snel een ronde, dan kan je het doorsturen, ja, krijg je time penalties. Kom op, goal. Penalties. Oh, ik pak weer. Ik gewoon van allebei, hè? Gewoon begin, ga aan de kant. Ga je nou gewoon in? Ik heb ook in Velo deed het. Maar ik ga gewoon nog een keer, want ik heb nu begin van mijn rondje, zet ik hem weer op lean. Ja. Ik zie net ook al. Ook voor bijna iedereen is buiten, hè? 15 van de 19. Tim is echt kut. Tim zit trouwens op de mediums. Wie? Tim. Oké. Okay. Tim doet altijd aparte strategieën, maar meestal werkt het wel voor hem. Patrick, ik ben één van de niet van de schoonmaak. Nee, dat is wel slecht voor mij. Ga niet zo. Ah, 1-4, 1-4, 1-4, 1-4, 1-4, 4, 4, 1. En 3-1. Oh, dat is veilig. Lekker. Ik ga proberen proberen te pakken, maar... Ben je nou ook op de mediums naar buiten, Tim? Ja, ik ga op mediums. Dat proberen. Ik denk dat ik mijn tijd nog zelf kan verbeteren, dus... Een 3-3 op de mediums? Ik weet niet. Het rondje voelde niet goed ofzo, dus. Nee, oké. Okay. Ik weet niet hoeveel langzaam de minimum zijn. Ik ook niet. Luca. Ja? Hoeveel zes van jij nu dan? Ja, ik heb nog geen tijd gezet. Ik ben niet meer bezig. Maar nu McLaren gaat nog wel lekker. Nergens. Even, die beide McLaren zitten gewoon te racen met elkaar. Ja, inderdaad. Ik zag ook een kleine map. Oh, die was shit. Die laatste. Kutzooi. Was niet eens een... Oh, een duizendste sneller.
is dit nou weer? Daar heb je ook precies niks aan. Nou, ik verpest turn 3 en die laatste bocht verpest ik ontzettend hard. Dus het is echt... Ja, het had verkeer in de middentuk, hoor. Daar verloor ik daarvoor. Maar het is zo kloten, want ik wou remmen bij die turn 3 en ik had een blokkerend wieltje. Dus ik stond helemaal stil en ik kreeg mijn auto niet gedraaid. En dan de laatste bocht raak je die curbstone aan en dan vlieg je ook meteen ja, half... Ja, de andere Tim die rijdt op een medium van 3.6. Dat is een 9. Dus het is niet heel snel. Maar op medium vind ik nog wel aardig snel. Ja, oké, maar qua positie is het niet heel erg. Nee. Maar ik wil gewoon voor Dennis proberen te blijven. En ook met de start, een betere start als hem hebben. Want als ik hem voor me heb, dan wordt het een kutrace. Ja. Maar mediums wordt hem denk ik niet, hè? 16 deur, dit is brok. Nou, ik ga even misschien wat aan meer aan. Low fuel mode, de pit in schieten. Honig. Eén rondje proberen op de mediums en daarna vind ik het wel goed aan. Ja, daar kon ik niet veel aan doen. Ik hou dat mijn laatste run, want ik in die ene run verbeterde ik mezelf al gewoon met 1.5 tiende in bocht 1. Dus over de hele baan kan ik misschien nog wel dik 3 tiende winnen. Ja, dat wordt hem niet hoor. Nee. Ja, gewoon naar binnen gaan. 13e, nice. Oh, netjes. Voor rondje. Het zit echt wel dicht bij elkaar hoor, jezus die tijden. Ik zat iets van 6-17 onder mijn eigen. Joey rijdt net weer een 1-2-7, vieze lul. Ik ga even kijken, ik zat weer nu 15e, niet heel swereld, maar ik denk, oh, als ik net een tiende win, of 2 tiende, sta ik alweer op P10 ongeveer bijna. Ik zat 3000ste voor Dennis, Jezus Christus. En ik heb nog 2 flesje banden. Ga je naar binnen, Tim? Ik ga er één van ja, gebruiken. Ik ga naar binnen. Okay, laat je dit wel voorbij. Ja, lekker. Dan kun je even een goed rondje beginnen. Mike meteen weer een goed rondje. Oh, ik val echt helemaal terug. Nee. Laat maar. Nee. Oh, heb ik weer verkeer in de middensector. Ik heb echt geen luck. Oh, ik hoop zo erg dat ik in die race veel beter ben. Hè. Gewoon kastret. Dat is lekker. Ik ga in de outlap. Laatste rondje gelijk. Baf eraf. Ging het nog regenen in de kwalificatie of? Nee, alleen in de race. Oh. Nou, ik verbeter het niet, godzeker. Het kan zoveel beter dan dit. Je moet echt gewoon net even een slipstream hebben, weet je. Dat zou zo goed helpen. Heb ik wat niet? Nee. Als je gewoon na turnen 3 van T2 naar T3 gewoon een slipstream hebt. Echt een goede slipstream, zo. Wacht, ik heb een idee. Ik ga Tijn proberen een slipstream te geven. Tom, zit je in een rondje? Nope. Oh nee, dat kan ik beter niet doen. Ik weet niet of Tijn dat begrijpt. Tijn die zei ook, oh, Steven was gecrashed of Jons, een van de twee. Luid iemand af. Oh. Ik heb hem iets strak gedraaid. Ik schrok er nu zelf ook wel een beetje van. Achtste, het moet echt veel beter. Thanks Jos. Weet je, fuck dit ook, ik ga toch niks beter schrijven. Sta je lekker in de muur? Ja. Ik voel wel een gepaste plek. Ah, op 1.40 dan red je het nog om naar buiten te gaan, hè? Nee, ik zag sowieso niet sneller schrijven. Ik hoop dat ik niet fucking laatst ben. Het staat nu 16, hè? Ja. Maar Dion is nu bezig en Ruben nu ook. Oh, Ramos! Ik kreeg iets van de zijkant.
ongelukkig niet zijn. En heb ik gevaar. 10 die Robin. Gaan we 2 tiende stellen. We gaan naar P12. Achter Stef en achter Robin. Robin, jij bent niet heel lekker bezig. Zij is achter mij. Al verbeter ik 2 tiende besta ik 4. Het is bizar keloos bij elkaar. Ik sta ook maar 3,5 tiende achter Pol. Ja, zit echt weer heel dicht bij elkaar. Oh, nou, lekker Robin. Mooi, P5. Oh, ik weet niet hoe ik die eruit perste, maar voor mij is dat heel lekker op deze baan. Je hebt een paar sector 1 nog. Ja, ik snee hem eigenlijk misschien ook een beetje af, maar het was geen corner cutting volgens de game. Nou, dan is het toch niet afsnijden. Ja, nee, ik had het net ook in, in deze game, als je geen corner cutting krijgt, dan is het niet afsnijden. Oké. Zeker als het op strik staat, want dat is zo strik. Als ik niet naar binnen ga, dan red ik het niet meer, denk ik. Rob heeft ook een hele goede kwalie gehad. Ja, ik redde het vorige keer toen ik met 1 minuut 10 nog naar buiten ging, redde ik het op 2 seconden niet. Dus ik kan bij 1 minuut 30 nog naar buiten, zo. Nou ja, oké, maar ik ben nu achter. Ik zou nu naar binnen moeten en dan doe ik moet helemaal op koffer ver. Ja, oké. Ja, oké, dat gaat. Ik heb nu van het laptop op het moment dat ik de dingen ga doorgaan. Dus ja. Nog die taaien geen beetje voor de video. Wow, ik ga echt naar Dion's rondje kijken, als hij mij kan inhalen. Ik ga er wel vanuit, maar ik hoop van niet. Sam haalt het ook niet, P4. Nee, stuk P6. Ah, P7. Oh, ik val weer terug. Oké, okay, ik ga het rondje bereiken met Tim. In Ferrari, zo. Dylan denkt, jam. Is voor tuin. Hoe leef ik nog? Dylan denkt, jam, muur. Hallo. Hi. Als ik tuin al achter me hou, zou het mooi zijn. Ruben, kijk je mij? Kijk wel even. Ja, kijk. Oh, daar ging je het band. Ik sta ook nog maar weer net voor, Dennis. 500ste. Nee, is het rondje van Tijn? Wat gaat hij rijden? Hij gaat daar. P5! Oh, jezus. Oké, nu even... Het scheelt ook nog niet eens een tiende, dat vind ik het kutste. Nu even Tom, dat zal kijken die kijken. Oh, mijn god, Robin. Oh, kijk hoe dicht bij P8. Hoe dicht bij zit Sam, ouwe, wat doet die? Oh, staan op P3, maak op P2 gestaan, anders. Oh, nee, jongen. 1-3. Ruben, zie die, zie je? Ik heb het opgenomen. Ik heb het op camera, dus ik kan het naar Robin sturen. Ja, ik sta op stream. Hey Robin, ik kom die laatste sector in die in mijn 7 naar rechts staat, Sam vol op de Apex. Daar verloor ik 3 tienden. Oké, als je dat, als het goed is, kan je op Twitch een moment opnemen. Als je dat naar mij doorstuurt, dan komt Groen naar kijken naar de race even naar. Want quali blocking dat. Ja, dan zal ik het nog doorsturen, want ik zat toen op dat moment bij hem te kijken. P9, jezus, voor mij ook wel echt een beetje. Waarschijnlijk P10 wordt het nog, van Dennis die gaat toch wel sneller. Ja, hier. Zo. Hey Robin, je wou toch niet dat je achter Dennis stond? Nee. Ja, maar P10, je kan ook niet zeggen ik start op de medium en rijd die race uit. Klopt, dat ook nog. Als P3 tot P5, 26.000. Ja, Robin zegt ook een kut. Ja, maar dit was ook in Hongarije zo, dus het is nog niet helemaal voorbij, hè? En good luck. En Luca. Tim is heel goed weg. Zo, ze gaat erop al. Oh ja, die zit er maar binnenkant, maar ik had hem geraakt voor mij niet. Oh, ik heb op 3. Ja, Rob is kaart gespint. Raakte ik hem aan? Ja, Rob is kaart gespind.
Ik weet niet of ik hem aanraak. Yo, Ruben, die dive-bom. Holy shit, ouwe. Ja, squeeze. Ik heb even Stef en Kevin volledig gepijpt. Kleine touch. Tim en Joey zijn aan het vechten hier, jongen. Kut, Williams. Oh, ja, dikke lul. Die Williams dive-bom mij even. Nee, ik remde iets te laat. Oh. En ik... maar ik ontweek jullie allemaal nog. Dus het was alleen een klein grimbakje. Maar het ging nog goed, Alles heel. Oh, ik neem deze bocht. Niks aan de hand. Oh, ik heb heel die bocht. Raak eens voor de team, weet je wel. Dat is ook voor dit. Wie die Dennis? Jos. Luca, jij staat ook op mediums? Ja, dat dacht ik, maar Mike en Dennis ook. Zo, Dim. Voordat hij een huisje had. Jij duift voor mij, ik duif voor jou. Heb jij voor jou warm? Nee, nog niet. Nou, lekker de buitenkant. Als je mij niet gaan beunen. Hij blijft lekker achter Joey en Tim aanrijden. Ik zit hier aan je rechterkant. Dat zie ik. Wat heb je hier? Oh, die onderstuur is abnormaal. Hij was van in ronde 1 van P12 naar P8 gegaan. Ja. De Robin verrende zich, ik schrok ervan. Ik week uit wat helemaal niet hoefde. Ik ging vriend in. Oh, had ik niet eens gezien, joh. Ik dacht dat was Tim. Nou, ik rijd nu weer 9. Hoeveel is dat trek in? Nou, ik heb echt wel een stukje start gehad nu. Blijf lekker in de DRS. Goed. Ja, dat moet ik wel even voor zorgen dat ik in die DRS kom. Oh, enter de DRS-trein. Hoogtijn lijkt alle kanten op. Ik zou zeggen, Tijn gaat even langs kruisen. Ik zit gewoon in de DRS van Tim, die voor mij, dus ja. Nou, ik zit in een battle met de Williams. Ik ga dit nooit in mijn hele leven meer zeggen. Ik weet nou niet of we dat gaan vinden van mezelf, want ik kreeg ook geen warning dat ik hem aanraak. Dive bom me anders eventjes helemaal. Oh mijn god. Nee, ik raak hem af wachten. Oh. Kevin kan echt niet rijden, ik zweer dat je. Oh, ik dacht dat ik een warning kreeg, maar niet. Ik heb ook pas één warning. Hey, waarom rijdt hij me klaar zo ver voor? Nee, achter. Wat is er met hem gebeurd dan? Wie is het? Spin, bocht 1. Vindt die medium zegt scheid op deze. Die Kevin kan echt niet rijden, ik zweer het je. Ja, dat gaat wel. Hij spint hem bijna, wat een kneus. Dikke mrol. Oh, ja, muur in. Wat een kneus. Jezus, Tijn teleporteert alle kanten bij me op. Nee! Ah, oh. Hey. Wat doet hij? Wat doet die Dennis van? Oh, Jos! Oh! Jos is genaaid! Jos is heel erg genaaid! Oh nee. Ik ben genaaid. Wat gebeurde er dan? Hey, wat doet die Dennis? Die gaat steeds inhalen onder de safety car. Ja, die Dennis is inhalen. Kom op! Jos! Hou in! Hou in, Jos! Jos! Waarom lekt hij zo? Zo, wat gebeurt hier? Ja, maar nu lig ik fucking laatste. Ja, maar Jos had denk ik een illegal overtake op mij. En ik had een illegal overtake op mij. Oh, maar zit ik alsnog met die... Gole Kevin. Gole hamergol! Rij fucking door! Oh, dan ben je slecht. Nee joh, fucking help! No. Ik kon niet goed zien of Sam contact met je maken, maar... Nee, ik spin helemaal zelf. Oké. Okay. Lekker, hij heeft een eentje! Ja, nee. Wat is het gebeurd? Ja, ik spin er. Schade, dat niet. Ja, frontwing weg. Hoe kan jullie zo dicht naar ons moeten komen bij onder de TV-feest? Ja, ik raak je precies zien. Kut dit. We reden 2,5 seconden voor, nu schat naar achterin is 1.3.
Ja, ik weet niet, maar hier deden ze best wel sloom voor me. Ja, jongen, die en die Jos... maakte ja, goed gebruik van de glitch. Nou, ik weet niet wat hier gebeurde, maar hier stond gewoon iedereen stil. Ik denk dat Jos een illegal overtrek op mij had en ik had een illegal overtrek op hem. Dus ik moest Grintel hem langs laten, want hij ging mij niet inhalen. Dat is denk ik een warning, Sam. Weather report. Ongeveer 5 minuten en dan komt de regen. Zo snel hoor. Daar heb ik 5 minuten en dan regen, zegt hij van mij. Zo snel hoor. Ja. Dan met de pere. Martijn rijdt vlak voor me, dus als het gaat regenen, moet ik wachten. Ja, daar heb ik gelukkig geen last meer hoor. Ja, Rommel's reet is een beetje voorbij. Ik heb er ook geen last van. Ik heb geen teammates. Ik heb er één, maar die kan niet. Ja, oh. Tim heeft ook geen teammates. Watch a move down the inside! Watch a move! Kijk eens weer. Maar het is echt de battle voor het leven, ik en Stefan. Ja, het wordt wel donker nu. Ja, zeker. Oh nee, ik pak meestal 3 seconden wel. Zo'n laatste bocht, jongens, het donker. Oh shit. Laatste bocht tot finish is echt donker. De hele baan nu. Ja. Oh ja, inderdaad, wat fuck. Time wordt wide geduwd. Die zal wel zeggen, wat doet hij? Zo, in één is het ook gewoon helemaal donker in één. Ik zet vast mijn banden op Inter, hoor. Zo slip moet ik niet te vaak doen. Nou, ik denk dat ik het ga redden met mijn band, hoor, tot de regen. Ja, ik denk wel allemaal wel. Ja, het niet lang meer gaat duren voor het gaat regen. Ja, de penalty 6 seconden voor geen regen. Duur al 6? Ja. Alleen in die laatste 2 bochten al. Ik heb nu ook pas 3 hoor. Oh ja, ik heb nog ineens een warning. Ik heb nog 1 warning. Ik heb 2 warning. Zo is het heel dicht bij Tim. Oh, hier gaan ze bijna 3 fight. 3 dubbele linker. Oh, dan moeten ze gewoon elkaar eraan trekken. Plan. Ja, met 4 man hebben we weggereden. Dion, ik heb je team met opgehaald. Ingehaald. Maar we hebben eigenlijk wel revenge. Had ik nu weer Stefan kan pakken. Zo. Maar even uit de fit doen. Weet je. Gals. Pakken op de heel. Ja, dat weet ik. Ja, dit is dom van hem, een foutje maken. Ja, het duurt nog even voor de baan nat is, dus. Ja, cool. Ik dacht dat het regen zag. Ja, nee, ik zie regen. Het begint te dubbelen. Ik zie regen. Dit is goed uitgesponden. Ik denk dat ze gewoon nu dat nu al haalt. Eerst Inters en dan wet. Dat wordt leuk. Gaan jullie nu onder binnen? Ik denk het wel. Nu nee. Zo, Sam en Dennis gaan hier heel sector 3 naast elkaar.
Stefan gaat naar binnen. Vrij vroeg. Ik heb niet een bandetje gehad. Ah, kom op. Eigenlijk wel, ja. Maar nu al, jezus. Ik ga dit rondje naar binnen, denk ik. Waarom? Er is nogal genoeg grip. Dat is echt, er is nog genoeg grip, ja. Stefan undercut wel iedereen, hè? Ja, maar hij heeft nu 15 seconden te traag, waarom? Dat is waar. Sam komt Dennis niet voorbij, maar ze zitten wel de hele tijd naast elkaar. Ga u nu naar binnen, ik denk niet dat ik nee, jongens, ze voeren gewoon de grote Chinese muurtactiek uit. Ik verlies hier heel veel tijd hier nu. Ja, op mij. Jullie rijden al 7 seconden achter ons, die hele groep. Ik heb echt geen grip meer. Lijkt wel als in één keer mijn voorvleugel er in één keer af is ofzo. Maar ja, de DRS is toch enabled, hè? Dus dan is het denk ik niet nodig om. Of niet nodig, lijkt mij, om naar te gaan. Thanks. Oh, Sam is nu zo hard genaaid, hè? Want hij rijdt nu naast Dennis. Ja, Dennis die. Ja, Nick is slim. Nick is slim. Nick gaat voor de battle met mij. Go ervoor. Nice. Dit wordt de battle tot de dood. Daar gaat Dennis, daar gaat Dennis. Doei doei. Ik denk eigenlijk helemaal niet heel erg, want ik was zo'n beetje klaar. Nee, ben. Dan moet ik zo Kevin inhalen. Niet die homo. Maar rijden jullie al nu op Intus? Ja. Yep. Okay. Nou, ik ben nog gewoon prima hoor, papees. Ook. Ik niet, ik had geen pees meer. Kom er dan. Ja, dat is ook gek binnen. En gaat dit vanuit Intus. Okay. Oh, ik ging precies 80 km per uur pit in, oh wat lekker. Ik volg gewoon Joey en zo neer gaan. Nee, Ruben! Ah. Sorry. Ah, nu ja, vind dit ik hem is heel erg verleidelijk. Ja, dit is heel erg verleidelijk. Godverdomme! Ik ga denk ik hoor. Bij die naar die linkers. Ja! Het is zoveel tijd hè, en het is... Ik denk dat het kan. Ruben voor jou heeft, Ruben heeft zijn dingen, een drive-thru. Ja, we binnen ook. Top gaan we binnen. Hoe zijn drive-thru dan? Nou, ik trap er vol op mijn rem, maar ik stond wat te veel in het rood. Ik nu toch niks op te doen, ik ga nu naar Inters. Ik zie jullie later wel een keer, want dit is echt depressief. Later. Plezier. Later. Oh, nu is de pitvenster open voor Intermediate. Perfect. Oh, deze top is echt perfect. Mij is ook perfect voor mij. Klopt. Ik kom nu de pits uit en nu... DRS is nog wel enabled, maar... Niet meer. Niet meer? Oh nee, ik pak gelijk het pitstraatmuurtje mee. Lekker hoor. Ga gewoon doorrijden. Boeien, Ruud. Rijden nog mensen vooraan op droog van... Ja, Sam en Tijn zijn doorgereden. Oh, Jos is op de mediums. Dus je moet gewoon pitten. Ik weet niet of het heel veel sneller is, maar voor mij zijn we nog trager. Ik ga 124 dan waarschijnlijk nog naar één keer. Dat ga ik over mijn strategie. De banden overheten nog wel. Oh mijn god. Oh, wat kan ik laten remmen, what the fuck?
Hoeveel tijd heb ik op Sam dan niet gewonnen? Dus? Ik had veel schade gedaan. Sam rijdt op mediums. Serieus? Ja. What the fuck? Ik loop zo hard dat ik echt een stuk vergeleek met hem, hè? Met, nu met Red. Ja, die had vergeten dan. Maar... Met overteken DRS. Boah. Ik loop niet heel veel uit. Oh, ah, oké. We hebben hem nog niet. We zitten wel voor. Maar ik moet vastpakken. Vanwege mijn veel schade pak ik hem nog niet. Oké, nu zijn ze sneller. Nu is hij echt uit. De wasmachine denk ik weer ook wel aan. Ah, tweede warning. Tim, jij gaat weer goed hoor, P5. Ik ga ook al wat op. Ik zat de hele tijd te zoeken naar mijn knop om op te nemen. Ik denk, what the fuck, welke knop is het ook weer op mijn stuur? Overal te drukken, allemaal IRS aan, uit, aan, uit, aan, uit. Ik ben niet snel in de regen, dat merk ik wel. Poeh, klein driftje. Ja, klaar. Oh, nee joh, meteen retired. Zo. Klein driftje te veel. Ja, Sitko, ik ga naar binnen. Ik heb natuurlijk vleugelschade, dus ik ga nu nog een, ik ga nu een pitje maken. Let's go. Voor mij is dit aan de ene kant niet heel verkeerd met de race die ik heb op het moment. Ik ga gewoon. Want iedereen moet sowieso nog een pitstop maken. Ik ook. Ja. Dus. Ja. Mijn race is niet helemaal over op het moment nu nog. Ja, ik ga nu naar binnen voor nu zijn. Ah, ja, ik ga niet weer gooien. Net te vroeg om gas. Of Dennis is ook binnen. Dan hou ik tenminste mijn positie. Ik heb wel een heel gat van 10 seconden, nu kan ik dichten zonder moeite. Maar oh wacht, Dennis heeft natuurlijk geen vleugel om te vissen. Dus Dennis die komt voor mij, maar voor mij Robert Doornbos en zo niet. Of wel? Je wordt nu wel echt natte man. Nick gaat naar binnen. Nee, ik heb net de positie verloren. Oh, je rijdt weer P10. Ja, maar je gaat hem nu niet uitrijden als je nu naar in gaat. Nee, maar ik had toch kapotte veurvleugel. Veurvleugel. Ja, dus dan... Veurvleugeltje. Ja, veurvleugel. You know why I have a veurvleugel? Waarom blijf ik maar aan Delta houden? Wat is dit voor een bullshit? Ja, dit is echt... Ja, ik heb hem ook moet het echt heel traag. Oh, we moeten hem nog een keer voorbij. Ja, wie rijdt van de eerste? Joey, denk ik. Ik pak zojuist een warning onder de safety car. Ik ben ook wel heel slecht, hè. Dat moet nu wel echt pot. Wow, ik kom niet weg. Hoeveel procent zijn jullie banden al? 18. 0 en 1. Weer een delta. God. Nu catch safety car. Ik heb al 20%, what the fuck. Ja, ik heb net gewist natuurlijk van banden. Oh, nu is hij weg. Nee, eindelijk. Falling too far back, GG. Ik kan er ook iets aan doen, ik ben gewoon aan het pushen. Ik ga gewoon wat rustiger rijden hoor. Niet gaan maar ik zit mijn banden een beetje sparen. Ja, dat is we hebben zaken. Rob op een rondje gezet hier. Uh-oh. Mag lukken. Hoe zit dat als... eigenlijk? Die mag toch de safety car als inhalen als je even blue flag bent? Als straks, weet het. Voor mij niet, in deze game niet. En als je vindt weer, dan zou het geweldig zijn. Ik loop nog steeds zo'n stuk achter hè. En dan is het kut, want dan moet ik die gozer voorbij. Hoeveel sta je Robin? Ik lig 13. Ik rij P10, maar als ik die pitstop niet had gemaakt, had ik 7e gereden. Ik lag op een gegeven moment Kevin en Rob zaten nog achter mij. Daar ben ik helemaal bij weggereden.
Maar ik ga het proberen uit te rijden met deze. Ik hoop zo meteen alleen dat Jos snel voorbij kan. En ik hoop dat hij ook snel kan aanhaken. Want als zeggen, Jos dat de pitfenster niet meer open hoeft te gaan. Dat hij niet open gaat. Hé, hey, als Jos niet sneller gaat dan moet, dan haal ik jullie nooit in. Dus ik hoop dat Jos een beetje door kan kachelen. Zo, daar haal je hem toch gewoon in? Nee, dat kan niet, aan de safety car, hè? Oh, bedoel je bij de, dat die bij ons komt? Ja, ik weet niet eens, want wij zitten nu in die tweede linkerbocht. Die harde linkers. Ja, wij, oh ik ja, wij zitten net bocht 1, maar wij rijden echt heel traag. Ja, mijn hele banden, jongen. Dat kan echt niet, ze zijn zo koud. Ja, alleen mijn voorman, mijn achterbanden zijn wel warm, maar voorbanden niet. Tot mijn achterbanden zijn 60 graden. Ja, mijn zeker. Ja, hoe heet Rob heeft nu de safety car ingehaald. Dus hij mag gewoon waarschijnlijk doorrijden. Oh ja. Hij is gedisqualificeerd. Oh. Dat is ook. Dat is ook een manier. Oh, hij heeft zo meteen juist slecht deze. Dus hij maakt het niet op uit. Ik laat het zien. Ja, maar deze was ook niet de beste. Tim, heb jij al een penalty? Nee, ik nog niet. Hij pakt nooit penalties, net zoals jou. Nou. Ja, ik had net een tweede warning onder de safety car, daar ben ik wel echt trots op. Ik heb ook twee warnings. Ik heb één penalty of twee. Ik wacht heel even tot dit een klein beetje aangesloten is, want er zijn mijn banden mee mee. Kom op, Jos. Oh, dan ben je dit rondje al gehaald voor. Jos raakt hem bijna denk kwijt. Denk ik niet. Net volgen. Ook het, je moet wel even door gaan rijden. Oké, ja. Anders had hij het al weer gegeven, hè? Het wordt altijd begin sector 3 wordt er gegeven. Ik wil niet over zeggen, maar ik denk dat we zo naar full wedge moeten. Ja. Ja, en het is al heel veel standing worden. Die echt helemaal niks, bijna. Heel weinig. Ik kan mijn banden niet warm houden, denk ik. Want als ik ga weaven, ben ik hem sowieso nu kwijt. Maar Tom, hoeveel warnings heb je al dan? Nee. Oeh, ik was hem bijna kwijt. Deze lekker wel, want als we banden al niet meer warm kunnen krijgen. Ze worden ook gewoon niet warm. Maar het regent heel hard nu. Ik blijf nog eerst even op de inters wachten, want nu lijkt het nog harder te regenen door spray, hè? Ik volg Joey gewoon niet. Want als je uit de spray rijdt, dan het regent hard. Ik zie wel wat, ik zie gewoon wat. Ja, maar ook buiten de lijn is het ook wel redelijk nat. Oh, Kevin is meestal heel stil in de groepsapp, dus ik verwacht niet dat hij iets zou sturen. Ik krijg mijn banden niet warm, man. Ja, die banden die zijn niet warm. Maar daarom denk ik al dat het full wets is, want dan blijven je banden te koel. 61 graden, het is ijskoud zo die banden. Alleen mijn achterbanden zijn warm. Die safety car moet nu naar binnen gaan, alsjeblieft. Ja, oh, ja, maar Tim, ik weet niet, wie rijdt voor, Tim of Joey? Tim. Ja, die gaat ontzettend sloom rijden, weet je nu al. Ja, hij staat nu al stil. Ja, dat bedoel ik. Oh mijn god, hij staat echt stil. Kom op, man. Kijk, jongens, alsjeblieft, hou een beetje af dan. Tim. Joey rijdt ook gewoon voorbij nu. Joey rijdt er voorbij, inderdaad. Gaan ze nu de pitch in, weet je wel? Wat doet Joey? Jij moet hem inhalen, toch? Of heeft Joey nu gewoon de leiding gepakt zonder een penalty? Joey heeft de leiding gepakt, lijkt het wel op. Huh? Ja, dat wel. Wat? Dit is heel raar. Ja, Joey is gewoon eerste. Dit is heel raar. Joey heeft ingehaald onder de safety car. Ja. Dan gaan we heel veel voorvleugeltjes. Ik heb mijn opname alleen uitstaan. Joey laat hem er nu voorbij. Zo. Ja, okay, ah, ja. Dennis, doe het niet hier. Gaan mensen naar de wets toe? Als Dennis. Naast Joey. Tom, jij bent zeker niet naar binnen. Ik denk dat het wet is nu. Nee. Echt wet. Ik denk dat het echt wet zijn nu, hoor. Ja. Ja, denk je? Kijk, ik volg Joey gewoon weer. Zie maar wat Joey doet. Ja, ik doe letterlijk alles wat de mensen voor me doen, doe ik ook. Ja, Strange Strategy is nu, ja, het is wets. Ik had het wel moeten doen. Kut. Ja, ik was er wel voorbij, dus ik kom niet nu. Zo, het is nat, jongen, what the fuck. Nee. Ja, ik ben meestal wel beter in full wets dan op intermediate. Ik ook. Oh, Luca, oh.
Ik ben 3 posities verloren. Wij gaan naar binnen hoor, naar bed. Het is één. Ah, ik kan toch die gok moeten nemen om daar naar binnen te gaan net. Ja, ik rij nog wel lekker op mijn intus. Ja. Ja, maar totdat je op die full wit zit, dan voel je het ineens. Er zijn een paar die blijven buiten. Oh, je gaat dobbelstekken weer. Ik heb echt geen keus, mijn race is al zo verneukt als ik weet niet wat, dus ik moet wel naar binnen. Nee, dan moet ik wachten. Wat ja, okay. Kom op, Alpha Tauri. Kom op, echt, boys. Een beetje opgehouden. Yes, ik ben weg. Ja, een beetje, niet heel erg, valt nog wel mee. E6, ik heb slag achter Tom en Joey. Het is te doen. Ik rij nu nog 12, 11, 12. Nou, ik rij 5 achter Joey. Plus ik rij achter Mike Team en Dion. Ja, dit is zo hard genaaid, moet ik weer op fucking 4 auto's wachten ofzo. Oh, Tijn rijdt achter me, wat is er met Tijn gebeurd? Ja, die had voorvleugelschade gepakt, die reed tegen mij aan, daardoor had ik 5 seconden. Nou, die strik het sowieso. Ik ga simpel wegrijden. Boys. Lekker, ik sta P5 nu. Tom staat zich. Weet je 6, Tom staat P5. Ja. Maar er zijn er nog 2 niet gepit. Oh, weet je wat de Jeff nu zegt? Over 15 minuten gaan we beginnen met opgedrogen. Tijn, hier is geen ruimte. Hard. Maar dat heeft niet zoveel nut om dan op de intjes bij te blijven, want je bent nu veel te traag. Waarschijnlijk ga ik hem even naar bed. Tenzij het echt sneller droog wordt. En dat er maar 2 rondes te gaan zijn, dan blijf ik wel gewoon op de intjes. Het is wet. Ja, Sam is nu naar binnen. Daar gaan en Dennis ook. Dennis en Oh, ik verrem mijn tering hard. Nou, ABS in dit weer zijn helemaal onmogelijk. Maar het gaat nog. Oh, er zit een vlak achter Dennis. Oh. Ik heb niet eens positie gewonnen terwijl Sam naar binnen is gegaan. Wat de fuck is dit van bullshit? Ja, ze rijden. 12 nog. Ik ben buitenkant. Ja, als je even zorgt voor punten, dan kunnen we meer punten als willen. Ja, weet ik, want, maar ik doe mijn best, maar ik kom gewoon niet sneller. Ja, oké. Hoeveel lig je achter P10? Achter P11 rijd ik 15. Tim, hoeveel? 1-1. Maar Tim is wel vrij snel, hoor. Hoi Dion. Ja, klopt. Maar, ja, oké. Je hebt nog... Hoe is Dennis naar P4, trouwens? Weet ik niet. Tot hij een rondje later ging. Ik weet niet, ik zat er dicht achter, maar ik durfde niet voor de duizend zeggen de duizend op te gaan. Want waarschijnlijk spin ik dan. Stom. En ik rijd wel op P5 en daar ben ik al fucking blij mee. Dat is mijn beste reden. Jos rijdt nog voor ons. Oh, maar die moet ik wel kunnen pakken lijkt mij, toch? Ja, en Dylan ook nog. Dylan? Ja. Dylan! Nee, die is er niet meer. Oh ja, die was de party geliefd, laat maar. Ik ben echt heel goed in de laatste sector, merk ik. Ik rijd iedereen weg bij iedereen. En in het midden is een eerste vierkulver. Ik sta nu 8,1 seconden voor Thijs. En dat voor de zevende was het iets van 5, ook 8 seconden, maar dan is het voor van hem. Ik hoop dat er nu aan het einde van de race geen safety car komt, anders ben ik lul met mijn penalty. Ik hoop het wel, want ik heb geen penalty. Ik voor mij ook nog niet. Ik, ik heb er 1, Tim. Net. Pst. Dus ik ga dit niet volhouden hier hoor. Want... Zo, lekker glijden daar. Ja joh. Besef dat wij hier nu op P10 en 11 rijden. Absurd. Besef dat ik nu op P5 rijd. Absurd. Ja, jullie moeten echt wel punten scoren. Ik had op P4 kunnen rijden. Ik doe het best als je P8, als je P8... Ja, weet ik. Maar als je P8 haalt, dan lopen we uit. Dus... Ik rijd zo hard als ik kan. Tim, rij je met TC of TC medium? Of. Oké. Okay. Dan valt het nog mee. Ik ga medium. Ja, daar gaan we al, hè. Meteen voordeel pakken. Ja. Als ik zo meteen heel eventjes AI-mode zit, dan weet je wat ik aan het doen ben. Ik zie niks. Ja, zo zie ik al de hele tijd, Tim, achter jou. Ja, maar ik had een gat van 3 seconden eerst. Zo! Ja, en ik glijd even alle kanten op. Dus zodat Mike nu aan de binnenkant kan bij Sam. Thanks. Kijk, ik ga niet dicht in de
Heel nice. Zal het nog droog worden aan het einde? Nee. Dat is echt niet leuk vinden, want dan, ja, dan weet ik sowieso dat ik echt heel laag ga finishen. Nu rijd ik nog P5. Als je mijn pijls even wil wegrekenen, moet het een corner cutting zijn. Nee, die rekenen we niet weg. Nee, weet ik, helaas. Laatst dacht Dennis ook dat we die wegrekenen, dan was hij eerst een beetje dat hij dacht van dat ik hem niet mocht. Dat ik hem daarom niet wegrekenen, maar... Nou, Dennis verdient dit niet. Nee. Nou, ik reken het bij niemand weg. Nee, klopt. Ook niet bij mezelf, ja. Het liefst doe ik het wel, maar... Ja, dat kon Mike weer aanhuilen. Waarom? Hoezo? Hoezo? Ik zie je niet eens. Waar ben je dan, Robin? Oké. Was ik erbij, voorbij, Luca? Nee. Oh. Zo. Jos, kom hier. Nee, niet je overtake gebruiken. Jos! Daar kan ik zo slecht tegen, maar hij zegt gewoon zoveel snelheid in me. Ik ga gewoon diebommen, Jos. Dat was niet slim. Heb je damage of niet? Ik heb wel damage, maar ik denk dat ik nog wel mee kan uitrijden. Ja, ghosten, maar dat had ik niet verwacht. Dus ging vol door. Hoeveel seconden zitten dingen zacht hier? De Dylan. Ik verwacht dat ik hier nog wel mee kan rijden. 4,5. Oh, dan begint al wel goed. Begint al goed te komen. Als jij Dennis al van de baan. Nee! Je vader! Ja, ik denk dat het te hard regent of zo, dat heb je soms nog. Ja, voor mij wel. Voor mij wel. Ja. We moeten eruit. Maar jullie zien wel uitgevallen of zo. Maar dus oprecht nu, als je in de verte kijkt, is het wel veel donkerder. Ik moet even testen die frontwing, maar voor mij, ja, ik kom die bochten nog wel door. Dat is het probleem niet. Ja, ik vind het nu kut dat ik een penalty heb. Dat was geen slimme dive voor mij, maar voor... hij zegt dat het geel is, maar als ik in kok of in die frontwing film ding zit, camera view, zie ik geen damage bij mezelf. Nee, ik zag het net ook niet, hè? Moet nog een rondje, toch? Dus, voor mij valt het nog wel mee. Broer, het is heel erg hard aan het regenen. Haal Dennis nu, zo boos dat hier safety cover komt. Hij ligt uit de race, what the fuck? Ik voel het wel. Ja, dit is kut, met penalties. Maar alhoewel Luca zo rijden daar nog, dan kan ik wel van wegrijden. Zometeen nog een rode vlag. Nou, je zit er jammer genoeg niet in de game. Nee. Hey jongens, wie gaat er naar de Inters? Doe jij maar. Oh. Ik merk wel inderdaad, ik kom nergens op het gas. Oh. Ah, Luca, ga. Zo, ik raak de hele mijn achterkant kwijt. 48 graden. Dat is heel veel graden. Ik ben 50. En 48. Nee, ik ook niet. Ik glij meteen weg en ik rijd met TC off, joh. Wat is dit, jongen? Het is echt bizar. Kijk uit hoor, Tim. Wat doet Dylan? Hallo, wat is dit? Tim wint opeens posities, wat een goede game. Ja, ik ga wel pitchen, Tim. Wat een goede game. Ja, ik bedoel, maakt niks uit, maar wat een goede game weer. What the fuck is dit voor een bullshit? Ik hou zoveel afstand met die Dennis, hè, want ik vertrouw hem voor geen meter. Maar waarom rent die AI ineens zo hard? Als Tim nu een held is, gaat hij even een klein breakcheckje weer doen bij jou. Waarom ging Dylan nu überhaupt remmen, want hij rijdt nu gewoon weer. Net als die oefening. Jezus, ik schrik me dood hoor, Jos. Maar ik zocht het laatst op wanneer de derde wereldoorlog gaat beginnen. En toen zei Google over 5 jaar. Dus dat betekent dat over 5 jaar de derde wereldoorlog gaat beginnen. Dus je gelooft alles wat op Google staat? Nee, maar dat zou volgens Google gebeuren. Ik kom niet eens op mijn gas, joh. Je ziet helemaal niks meer. Is het je? Het is echt niet zo. Ik raak maar een beetje buiten de stream. Even, ik heb 1 foutje gemaakt. Dat was net, maar alsnog reed ik buiten de punten. Ja, door strategie dan. En ophouden. Ja. Maar ik heb links voor heb ik schade. En de meeste bochten die zijn naar... Rechts.
Of nee, naar links. Dus daar heb ik geen nadeel van. Dus ik heb sowieso die twee snelle linker heb ik geen nadeel. Alleen de laatste twee bochten. Maar daar kan je niet inhalen. Nee, klopt. Dus alleen wel veel tijd dan. Dus kan je niet... Ik weet niet hoe lang dit gaat duren. Maar als dit de hele race door blijft gaan, dan is het natuurlijk kansloos. Nee, maar gaat niet de hele race door, lijkt mij. Nee. Nou ja, zolang het lang blijft regenen. Ik weet niet of ze dit bewust doen. Maar ik vind het een slim plan. Wow. Mijn banden zijn maar 48 graden. Ja, ik loop gewoon te aqua planeren, man. Ik voel die auto gewoon wegglijden overal. Ja, je moet echt op de lijn blijven, anders is het echt omhoog. Ja. Maar kijk ook je banden, hoe koud die zijn. Ja, 40. Ja. Maar als ik rem, merk ik nu wel met ABS, of omdat ik kapotte frontwing heb, dat die heel snel lokt. Dus klopt. Dat kan een dingetje gaan worden bij mij. Ik zie helemaal geen schade op mijn frontwing. Zo apart, want terwijl die wel gewoon aangeeft dat het geel is. Leuke physics. Nou, was gewoon geen slimme move voor mij om daar te divebommen. Want ik verremde me. En toen, Jos moet natuurlijk ook insturen. Dennis is gek. Even, ik zit zo te weven. Alleen, mijn banden worden niet warm. Ja, oké, we gaan. Ja, ik kan nooit rijden met deze conditions. Dit wordt feest. Dit wordt feest. Dit wordt al feest, hè? Nou, gaat Tim jongens, weer stilstaan? Ja, hoor. Ja, waarschijnlijk wel. Ik ga even bij Tim kijken. Het valt nog mee met Tim. Nou, hij weet zelf ook dat zijn banden dood zijn anders. Gingen we daar? Nope. Nee, ik ook niet. Ik kan zo meteen niet op het gas gaan, hoor. Dit wordt echt even aquaplane alsof het leven ervan afhangt. Oh mijn god. Daar gaan we. Tim is hem al kwijt. Gewoon even short shiften. Oh mijn god. Mike. Kijk uit bij deze bocht hoor. Ik zweer, turn 1 raak je hem zo kwijt. Zo, zeg ik het zelf. Jezus. Tijn is me voorbij. Ik zit aan je binnenkant. Jezus. Nee, daar gaan we weer. Oh, hoe is die Dennis? Dennis is me gewoon voorbij. En Mike, jullie hebben twee posities verloren dankzij jou. Ja, dat was mijn schuld, sorry. Maar ik kon niet remmen. Dennis is echt niet. Nou, dan gaan we P3. Dan gaan we P5. Ik heb al drie posities gewonnen deze ronde. Ben je Dennis even denk op full staan traction ofzo? Die rijdt ineens snel, jongen. Wie? Dennis. Het zou zomaar kunnen. Zo, het is niet verboden hè, om te doen. Nee, ik zeg niet dat het erg is, maar het is nee, oké, okay, maar zo kwam het over. Oh, kut niks aan de hand, Luca. Tim, ga weg. Ik ben er weer. Zo. Ik kon niet eens daar op mijn rempedaal drukken zonder. Gewoon buitenkantje op Tijn, heerlijk Tijn. Zo, wat is dat voor een actie Tijn, jongen? Ja, wel bij zo, maar zo'n 6 seconden. Nou, ik zat hem aardig onder druk, maar. Zo.
Ik weet niet wat Tijn deed, maar ik reed op mijn lijn. Ik werd zelfs helemaal naar die curbs naartoe geduwd. Jezus! Nee! Wat nou weer? Ja, maar dan word ik weer geen P3. Dat is echt zo ongelooflijk. Luca, heb jij een time penalty? Ja, 6 seconden. Zo. Mike, heb jij een time penalty of niet? 3 seconden. Mike. Ja, 3 seconden. Ja, oké dan. Heb ik een time penalty, Luca? Kan jij kijken of ik een penalty heb? Hoe lang gaat dit nog duren, jongetje? Luca. Dus kunnen jullie even stil zijn? Ja. Ga jij kijken of ik een time penalty heb? Godverdomme, sta je opeens stil. Tijn, geen penalties. Nee, maar ik had ook niet verwacht. Ik moet gewoon... Ja, ik heb ook geen bericht gegeven van jou. Hoor. Welke plekken rijden jullie? Oké, mooi. Ik rijd 10e. Nou hoop ik dat ik voor jou finish, ja, Luca. Ik mag je heel erg, maar ik hoop zelf wel dat ik voor jou finish. Wat? Achtste. Wat zei je nou? Dat je achtste rijdt. Ja, ik rijd achtste, ja. Maar ik wil eigenlijk een top 5 finish hebben. Dat is minimaal, maar... Lukt wel met... Heb je penalties? Nee. Nou, ja, dan kan je de Mike wel hebben. Wat een delta? Ik heb gelukkig geen penalties. Ja, ik hoop dat ik die laatste 5 rondes, 6 rondes nog even goed doorkom. Want we moeten nu nog naar de safety car toe rijden. Nou, het worden echt... Ik denk dat we maar 2 rondjes reden ofzo. Ik denk nu dat ze naar Inters gaan. Ja, ik heb gelukkig een Black Sot achter me zitten. Ik pak een penalty onder de safety car. Oh. Ja, daar, welkom in mijn life. Godverdomme. Nou, bijna iedereen heeft nu een penalty. Alleen Tijn niet, maar daar en ik niet. Alleen Dennis nog voorbij. Ja, en jij. En Dennis volgens mij ook niet. Hey, Rob, ja, anders kijk je wel voorbij. Anders kijk je bij mij. Ze gaan er nu mensen naar Inters. Waarom zouden we? Ja, weet ik dat ik vraag heb, omdat iemand... Oh ja, klopt. Ik denk dat we misschien dit rondje zelfs wel weer gaan, of volgende rondje. Dit rondje. Je hebt 6 seconden. Oh, Luca, wat doe jij? Als ik bijna op Mike inrijden. Ik heb 6 seconden, ja. Mike, je had 3 seconden. Ja. Kan je dan voor de zekerheid 6 van maken voor mij? Help hoe hard? Ik rijd te zacht nog op P5, nu rijd ik op P9. Nog een rondje. Ik weet niet hoe Dennis me inhaalde, maar hij haalde me in. Zometeen wordt weer een hel, jongen. Ik moet echt mijn banden zien warm te houden. Een heel rondje, jongens. Nog één? Ja. We hebben echt nog maar... Twee, drie rondjes om te rijden. Buiten de punt eindigen, omdat ik stem op... Ik moet gewoon Tijn proberen om achter me te houden. Als ik Tijn achter me hou, is het mooi. Met, ja, dan moet je dus 3 seconden weg. Ik moet inderdaad 3 seconden als Jos zo finished, hè? Hey, ik zeg het je, als Jos zo finished, heeft hij echt een fucking goede race gehad voor Haas. Ja, hij ligt 5e, hè? Ook Dennis. Heeft Dennis vandaag echt iets heel raars gedaan qua blokkeren of zo? In de eerste stint of SOS. Oké. Heb ik niet meegekregen. Nee, het zat de hele tijd 3 wijd en dus had ik achter me dus. Het zal niet heel erg netjes gegaan. Oké, ook met 2 wijd met alleen Sam en Dennis voor me. Hij schoot vol rechtdoor en dan Sam vol mee, waardoor ik ze allebei inhaalde. Ja, oké, dat vind ik een penalty waard, dan moet ik zo derde. Ik ga zo meteen mooi die stream van Joey of Tijn terugkijken. Ben benieuwd wat Tijn over me te zeggen heeft. Hij knalde tegen mij aan, waarschijnlijk zegt hij, wat de fuck doet hij? Wat de fuck doet hij? Ja, ik heb mijn banden wel goed warm nu, dus alsjeblieft. Maar ik heb ze op 53 voor, dus... Ja, ik 56. Wij zijn ook wel prima nu. En al wel goed is dus lekker aan het wieven. We zijn tenminste groen, dat is wel iets. Maar bij mij zijn ze gewoon deze temperatuur. Ja, oké, cool. Net haalde ik 3 mensen in de... Ah, ik weet niet, Dennis kwam net gewoon voorbij ineens. Ik weet ook niet hoe. Allee. Mike, beter haal je zo meteen Jos tering snel in. Ja, dat is wel de bedoeling. Nee, doe me niet. Blijf erachter, alsjeblieft. Tom? Ik even pak podium. Ja. Ja, maar daarom zeg ik, daarom moet die gozer er even voor blijven. Want anders heb ik problemen met Tijn, denk ik.
Nee, en ik moet Dennis nog inhalen. Oh, Dennis is goed weg. Dennis is goed weg. Oh. Ik moest nog op mijn rem daar. Oké, nu al gaat tussen mij en Tijn, mooi. Voorbij. Ja, gaat Dennis winnen. Ja. Dat vind ik wel echt een legend actie als hij wint. Oh, Mike. Ja, ik ben er geweest. Sowieso. Tim is goed in de regen, ik kan goed aanvallen. En ik ben niet heel geweldig in de regen. Ik ga hem diep in, maar ik denk, zeg maar vast. Ja, oh, ik spin. Oh nee, niemand. Jos, alsjeblieft, stuur in. Kut, zo, ben ik hem meteen kwijt aan Tijn. Omdat, oh, fuck. Zit er nog, hè? Godverdomme, omdat Jos niet kon insturen, ben ik meteen de lul. Woe, we go side to side, lekker roller coaster. Nu heb ik je. Eerder in de race had je hem ook. Volgens mij gaat Kevin niet zijn wil toch even een punt pakken. Dit met die panels. Kom op Tijn, pak hem. Oh, dit gaat een crash worden, zeg ik nu al. Tim, ik let even op, want dit kan een crash worden. Nee, Jos. Jos. Bijna. Godverdomme, bijna kwijt, omdat Jos geen ruimte geeft. Kom op, rem je niet, Jos. Oh, Mike, hoe zit jij achter mij zo dicht ineens? Ja, ik snap het ook niet helemaal, maar... Hij deed het verstappen. Wat? We dat viel helemaal nergens op. Ik zat in de race van Dennis, of toen fucking overstuur, man. Echt waar. Wat is die overstuur? Jezus fucking Christus, man. Nergens fucking kutgrip. Ah, gaat Tijn ons ook nog pakken? Godverdomme. Nou ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja, waarschijnlijk wel. Nee! Oh, die Dennis. Oh, wat heb ik het verpest? In de ene laatste ronde spin ik. Oh. Mop, overspeed. Ja, ze zitten hem alleen maar te duwen. Echt alleen maar te beuken. Ik ben op vier fucking mensen in hell. Één actie. Ja, ik ga hem retireren. In de pit. Door dat gekloot voor me, letterlijk ben ik nu verder dan 3 seconden bij Mike vandaan. Mike, zeg alsjeblieft dat je 6 seconden hebt. Nee. Kutzooi. Oh, yo. Wow. Kom op, Jos, ik ben... Je hebt zo weinig flip. Oh, die flip. Kevin stuurt vol in op die rode dormels. Heeft Tijn een time penalty? Nee, zeker. Tom, send it. Jos! Wat? Tijn heeft een penalty, 5 seconden. Tijn! Ja? Echt? Nice. Ja. Kom op. Oh, jullie zaten op 59.000. Lekker! Tijn is derde, wat zeg je? Huh? Weer heeft Tijn een podium door mensen met penalties. Fucking hell. Tijn heeft helemaal geen penalty. Zag iemand wat er bij mij gebeurde? Nee. Dit, fuck! Als dit geen 4 penalty points wordt, dan weet ik het ook niet meer. Fucking hell. Wat is het dan, Tim? Wat gebeurde er? Oké, Jos die had... Ja, de hele race op een podium op dit Ik weer. Ben zoveel sneller als Jos. Oh, fuck! En in één keer... Duwt hij, stuurt hij vol naar links, waardoor ik nu retire. Misschien staat er wel eentje te koop. Kutzooi, komt Tijn weer fucking dichterbij in de klote stelling. Zoveel als Tim gefinished, eerste kutzooi. Zo. Nee.
Die Tijn is wel altijd weer zo lucky, hè. Tijn is fucking lucky, ja. Maar hij heeft geluk omdat hij geen penalties heeft. Ik heb ook geen penalties, maar het heeft me geen posities opgeleverd omdat ze voor mij aan het kutten waren. Anders was ik, want ik kwam op het laatst fucking snel dichter bij jou, Mike. Maar als ze voor mij niet aan het fucking ouwe hoeren waren, had ik nog voor jou kunnen finishen. Ja, ik werd opgehouden door die... Godverdomme. Klote ding is ook leeg. Oh, ik ben bijna degene zonder enige penalties. Oh, ja, ik heb ook zo'n kanker. Laatste ronde. Oh. Ah. Ja, echt hard ook. Ik jankte mezelf ook de muur in. Waardoor ik punten heb verspeeld. Oh. Dat doe je niet. Godverdomme. Weer een DNF. Ja. Ik weet niet of Dennis.